beste kijkers van Videosquad.nl. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan wij het hebben over het nieuws wat heel erg veel het nieuws is de laatste tijd. En het is zeker geen leuk nieuws, mensen. Ik denk dat de meeste mensen het al weten. Het gaat over Ajax-speler Abdellah Gnouri. Die in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk dus een ernstige blijvende hersenschade opliep. Uit een groter onderzoek is gebleken dat een groot deel van zijn hersenen niet functioneert. Ik ben een PSV-supporter in hart en nieren. Maar ja, dat is gewoon nu niet belangrijk. Er zijn heel erg veel supporters die geen respect hebben en die gaan zeggen, ja, het is een kut Ajax-ziet, wat ik dus heel erg vind. Mensen snappen niet dat niet alles om voetbal draait. Ik moet er zelf niet aan denken als ik zelf nooit meer zou kunnen voetballen of sporten. Mijn gedachten gaan aan de familie, Ajax en natuurlijk ook Gnouri zelf. Appie, je blijft de beste en aardigste voetballer ooit. Ik zag ook een video van een jonge Feyenoord-fan die heel erg verdrietig was om dit nieuws. Ik zal ook zijn video in de beschrijving zetten, want hij verdient dit. Ik zou het ook fijn vinden als iedereen deze video liked en een reactie zet. Hashtag pray for Appie of hashtag stay strong Appie. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk ook niet een like achter te laten en te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Later. We got a good thing going. While we got a feeling simplified.